De Danese Sportmaster Gore-Tex brengt veel functionaliteit voor de sporttoerrijder. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en dit is de review van de Danese Sportmaster Gore-Tex beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Danese Sportmaster jas en broek zijn opgebouwd uit een combinatie van textiel, maar op de impactzone zien we leer terug. Het voordeel hiervan is dat hij dus op die zones extra slijtvastheid kan bieden en dus ook extra veilig is. Zowel de jas als de broek zijn voorzien van een gelamineerd Gore-Tex membraan en dit houdt in dat naast de waterdichtheid de jas en de broek ook meteen waterafstotend zijn. Het voordeel van een Gore-Tex membraan is dat het water niet de jas en broek binnen kan dringen, maar dat het wel een ademend vermogen heeft, waardoor transpiratie en warme lucht de jas en broek wel gemakkelijk kunnen verlaten. Het voordeel van een gelamineerd Gore-Tex membraan is dat het textiel van de jas en de broek zich niet volzuigen met water, maar dat het er gewoon makkelijk afloopt. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de Danese Sportmaster, dan is die dus opgebouwd uit de combinatie van textiel en op de impactzones leer. Dit zorgt ervoor dat die super slijtvast is en dus ook voldoende veiligheid kan bieden. Uiteraard zijn de jas en de broek beide voorzien van impactprotectoren. Deze vinden we terug op de schouders, de ellebogen, de heupen en op de knieën. Op de schouders, ellebogen en knieën zijn dit level 2 goedgekeurde protectoren en op de heupen vinden we een soepele level 1 protector terug. Als we doorgaan naar de achterkant van de jas, is de jas voorzien van een pocket. Deze zit aan de binnenkant en op deze manier kan daar eventueel een backprotector ingestoken worden. Dit is standaard een level 2 gekeurde protector en deze zorgt ervoor dat de jas qua impactprotectie nog een stukje veiliger gemaakt kan worden. Ook kan deze jas voorzien worden van borstprotectoren van Danese. Doorgaand naar het comfort van de jas en de broek zien we dat de bovenkant van de kraag is gevoerd met een neopreenlaag. Zorgt ervoor dat hij daar comfortabel aansluit. En ook zien we dat de thermoliner relatief lang doorloopt, zodat hij daar ook de nek gewoon warm kan houden met de wat koudere dagen. Rondom de schouders zien we een grote reflecterende lijn zitten. En ook zien we rondom de schouderbladen nog twee grote stretchpanelen die ervoor zorgen dat de jas daar niet kan gaan trekken. Daaronder zit een grote rits. Op het moment dat deze opengezet wordt, zorgt dit ervoor dat hij eigenlijk mooi door kan ventileren. Zodat de lucht die aan de voorkant van de jas naar binnen komt, de achterkant van de jas ook weer makkelijk kan verlaten. Ook zien we aan weerszijden nog twee ritssluitingen. Hiermee kan een zak opengezet worden. Op het moment dat de thermoliner uit de jas gehaald wordt, kan die hier eventueel makkelijk in opgeborgen worden. De jas en broek zijn uiteraard voorzien van een lange aansluitrits en deze zijn op die manier aan elkaar vastgeritst. Het zorgt ervoor dat je wat extra veiligheid hebt, maar ook dat wind en water de jas en of broek hier niet binnen kunnen dringen. Vervolgens verder naar onder zien we dat de broek aan de binnenkant van de knieën is uitgevoerd met wederom een stretchmateriaal zodat hij hier ook comfortabel aan zit. Ook zien we dat de broek aan de onderzijde door middel van een ritssluiting is afgevoerd, waardoor die dus makkelijk aangetrokken kan worden, maar ook over de laars makkelijk dichtgezet kan gemaakt worden. Als we dan terugdraaien naar de zijkant, dan zien we dat de broek is uitgevoerd met een reflecterende lijn. Dit zorgt ervoor dat als het donker is, je ook gewoon goed zichtbaar bent. Ook zien we dat er rondom de jas vervolgens nog een pulltab zit. Hiermee kan je hem eventueel rondom het middel nog wat strakker zetten als dat nodig is. Ook zien we hier weer duidelijk rondom de ellebogen en de schouders de leren panelen zitten die de extra slijtvastheid verzorgen. Als we dan terugdraaien naar de voorkant van de jas gaan bekijken, dan zien we aan weerszijden twee grote ritsen zitten waarachter we de ventilatie vinden. Op het moment dat deze opengezet worden, zorgt dit ervoor dat hij mooi door de jas heen kan trekken en dus ook gewoon aan de achterkant de jas weer kan verlaten. Deze ventilatie die gaat ook door het membraan heen, waardoor je dus zelfs met het Gore-Tex membraan nog gewoon voldoende ventilatie hebt op het moment dat je deze openzet. Vervolgens zien we rondom de mouw nog een rits die opengezet kan worden, zodat hier iets meer ruimte vrijkomt en je hem dus rondom de biceps eventueel wat losser zou kunnen zetten. Rondom de mouw zien we aan de onderkant ook weer een rits zitten en ook zien we dat de onderkant van de mouw is afgevoerd met een neopreenlaagje. Het zorgt ervoor dat die zacht aan zit. De thermovoering is vervolgens uitgevoerd met een duimgat, waardoor die dus daar ook gewoon helemaal wind- en waterdicht afgesloten wordt, waardoor je dus ook geen kou binnen de mouw kan binnendringen. Dit is eventueel optioneel, aangezien die met een rits ook makkelijk verwijderd kan worden. Dus op het moment dat het ietsjes warmer wordt en je wilt deze optie niet, dan is die er makkelijk af te halen. Vervolgens zien we ook aan de voorzijde van de jas twee grote steekzakken zitten. Die worden afgesloten door middel van een drukknoopje. En hier zien we ook een waterdichte rits. Deze zakken zijn dus ook gewoon waterdicht, dus je kan hier makkelijk je waardevolle spullen in opbergen. Doorgaand met de broek zien we ook weer een grote rits die ook weer ervoor zorgt dat er voldoende ventilatie opengezet kan worden. En daaronder zien we rondom de knieën grote accordeon stretchpanelen die ervoor zorgen dat je daar voldoende bewegingsvrijheid hebt zodat de broek daar ook niet kan gaan trekken. Ook daaronder zien we de grote leren patches zitten die de slijtvastheid van de broek verbeteren.
Helemaal aan de onderkant rondom de laars zien we dat de broek ook nog is gevoerd met neopren. Dit zorgt ervoor dat hij mooi rondom de laars aansluit, waardoor hij daar dus ook geen lucht en water naar binnen kan brengen. Als we gaan kijken naar de kraag, zien we dat die is afgesloten door middel van een klittenbandje. Ook zien we hier weer het neopren laagje terug die ervoor zorgt dat hij rondom de hals gewoon comfortabel aan zit. Hij wordt vervolgens eventueel opengezet door middel van een drukknoopje, waardoor daar ook fatsoenlijk lucht naar binnen kan trekken. De rits is een waterdichte rits en is aan de onderkant ook weer afgesloten door middel van een klittenbandje, waardoor hij daar niet open kan schieten. Op het moment dat we deze helemaal openzetten, zien we dat de binnenlaag ook nog eens met een extra rits is afgevoerd, waardoor er dus met geen enkele mogelijkheid water of wind de jas binnen kan dringen. Als we deze vervolgens openen, dan zien we de thermoliner. Deze is makkelijk uitritsbaar, dus op het moment dat het wat warmer is, kan deze eruit. Zet je de ventilatieritsen op de jas en broek open en is die op die manier ook gewoon in de zomer prima te dragen. De thermolaag is eventueel ook als destination layer te gebruiken, waardoor je hem dus ook los van de jas prima gewoon kan dragen. We zien vervolgens ook nog dat de broek standaard is uitgevoerd met een bretels. Deze zit er standaard op vast, dus hou er ook rekening mee dat je deze om de schouders doet, zodat de broek ook netjes op zijn plek kan blijven zitten. Nick is 1,88 meter, weegt zo'n 90 kilo en draagt van de Danese Sportmaster Gore-Tex een maat 50. Zoals we kunnen zien sluiten de broek en de jas op zich netjes aan. Alleen de broek zit relatief strak en zou dit beste maatje groter mogen, zodat het comfort tijdens het rijden toch wat verbeterd wordt. Wil je deze jas of broek nou een keer komen passen of bekijken, dan kan dat uiteraard in een van onze winkels of op onze webshop. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motor Kleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nog graag weten wat jouw ideale maatjas is? Blijf dan nog even hangen. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en bedankt voor het kijken.